Wie vanaf vandaag landt op Eindhoven Airport kijkt in de aankomsthal aan tegen een megaportret van Vincent van Gogh. Het doek is ruim 150 vierkante meter. In 5 talen wordt verteld waar de kunstenaar heeft gewoond en gewerkt. Want hij leefde en werkte dan wel in Nuenen, maar hij kwam ook vaak in Eindhoven. Om zijn verf te kopen bijvoorbeeld en om te schilderen natuurlijk. Het idee van het doek sluit helemaal aan bij de wens van de gemeente. Want die wil het merk van Gogh beter in de markt zetten om er economisch van te kunnen profiteren.